Daily Minutes nummer 1562 met een uitzending voor vandaag 1 maart 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. De data die zit vandaag niet in de uitzending zelf, maar op de stream dmr.li. De data is dan ook niet beschikbaar via YouTube, de YouTube-versie van de uitzending. Maar als het probleemloos blijkt te werken en blijft werken de komende dagen, dan is het wel de komende dagen steeds beschikbaar via de stream op dmr.li. Alleen staat er dan ander geluid bij. Ja, vanmiddag had ik al de hele middag getest met PSK 31 op 125 hertz. Tijdens en na deze uitzending is het plan om dat te doen met Contestia 4-125 bij 64 hertz. Ik verwachtte dat dat niet te horen zal zijn in het reguliere geluid. Het is volgens mij nog wel goed te detecteren. Althans, bij een proefje vanmiddag bij mij ging dat prima. Contestia 4-125 dus bij 64 hertz. En dat blijft ook de rest van de avond meelopen en waarschijnlijk de rest van het weekend. Als het goed bevalt, blijf ik het waarschijnlijk gewoon gebruiken. Maar dan moet het wel betrouwbaar werken en het audio van de rest van de stream mag niet worden aangetast. Ja, niet zoveel nieuws vandaag. Ik zit dus een beetje met een probleem. Wat ga ik doen? Ik heb gewoon een plan voor een paar nieuwe series, maar dat vergt wat te veel voorbereiding voor vanavond. Onder andere wil ik ingaan op de toenemende bewijzen die er zijn dat het signaal van onze zendapparatuur en dat van mobiele telefoons wel degelijk bepaalde gezondheidsaspecten heeft. Ik wil nog niet zo ver gaan dat ik van risico's spreek, maar bijvoorbeeld blijken de hersenen van mensen die veel mobiel bellen aantoonbaar iets trager te werken. Dat is een tijdelijk effect. Nog niet duidelijk is of dit ook een schadelijk effect is, of dat misschien niet zelfs een positief effect heeft. Er is momenteel een hoop over te doen, dus het loont zeker de moeite om daar eens in te duiken. Ja, en iets heel anders. Ik weet niet helemaal zeker of dat gaat lukken, mede gezien hoe druk ik het soms zakelijk kan hebben. Maar het is mijn bedoeling om heel binnenkort op 40 meter standby te gaan in de modus FSQ. FSQ is een high performance chat mode. En als het lukt, wil ik dat wat er bij mij binnenkomt ook omzetten naar tekst die automatisch op het chatkanaal van de Daily Minutes verschijnt. Daarmee kun je dus bij goede condities vanuit het hele land via de ether dingen typen die op het chatkanaal te lezen zijn. Om dit plan te bespoedigen heb ik gisteren een QRM Eliminator besteld. Ik had wel een bouwpakket voor zo'n ding liggen, maar ik heb er niet voldoende vertrouwen in dat ik er snel genoeg wat mee ga doen om hem in elkaar te bakken. Ik heb momenteel nogal wisselende QRM, maar op bepaalde momenten, ik moet me niet zoveel voor spreken, ik heb momenteel nogal wisselende QRM, maar op bepaalde momenten is dat erg genoeg om zoiets als een permanent beschikbare chat flink in de wielen te rijden. Bij zo'n QRM Eliminator lukt het meestal om de storing drastisch te beperken. Ja, over mijn keuze voor de modus FSQ wil ik ook al een paar dingen kwijt. Het is niet, het zijn geen lelijke dingen. Het klinkt misschien een beetje, nu ik die zin zeg, leek het een beetje zo te klinken, maar zo is het niet bedoeld. Ik heb het al vaker gezegd, je hebt bij dit soort modulatiesoorten eigenlijk twee stromingen. De ene stroming die valt het meeste op, dat is die van Joe Taylor. Taylor, en daar heb ik ook niets lelijks over te zeggen, concentreert zich met zijn modus met name op mensen die in de X geïnteresseerd zijn. Het gaat kortom om toepassingen van zendamateurs die ook alleen voor de zendhobby bestemd zijn. De andere stroming, die wat minder bekend is, is rondom de Nieuw-Zeelandse amateur Murray Greenman. Zulu Lima 1, Papa Uniform. Ik noem hem, hoewel het groepje dat hieraan werkt wat groter is dan Greenman alleen. Greenman concentreert zich met name op toepassingen die ook hun nut hebben bij noodcommunicatie. Dat is in feite waar het op geoptimaliseerd wordt. Je kunt zeggen dat de nu behoorlijk populaire modus JS8 Call in de school van Taylor thuis hoort. Ik behoor zelf sterk tot de groep die dat aspect van noodcommunicatie minstens zo belangrijk vindt. Bij FT8 en bij JS8 Call ben je niet geheel onafhankelijk. Je moet over een precieze tijdsbron beschikken en vaak wordt die gesynchroniseerd met het GPS-systeem. Maar in bepaalde situaties kan GPS onbruikbaar gemaakt worden in bepaalde regio's en dan kun je met JS8 Call in een noodscenario dus niet zo heel veel meer. Bij de modus van de Nieuw-Zeelanders zijn dat soort aspecten er juist niet. Het gaat om autonomie van individuele deelnemers. Ik wil niet zeggen dat de keuze van Taylor dus per se een verkeerde is. Integendeel, de populariteit van zijn systeem heeft laten zien dat er een grote schare voor gebruikers voor is. Het is alleen niet mijn keuze. Ja, dan volgt er nu nog een kort item in het Engels dat ik voor komend weekend voor het station The Mighty KBC gemaakt heb. This is Peter John with the DX Headlines. According to the website radio.nl, an owner of a piece of land that allows a radio pirate to have its antenna tower to be at his property can be fined for being an accessory.
Two people contested being fined for this with €2,500 each. In many of these cases, the landowner will get the same fine as the transmitter owner, and fines can be up to €33,000 if the transmitter is illegal. Radio piracy in the Netherlands, as in several other countries, has largely diminished in comparison to the heydays in the 80s and the 90s. However, in several regions in the northern and eastern parts of the country, mostly regions where unemployment has been high since many decades, radio piracy has become a tradition that for certain families has been an activity that is passed from fathers to sons. In the past, mainly on medium wave, and in recent decades in the FM band. In recent years, transmitter powers have increased up until tens of kilowatts, and a kind of professionalism arose with certain stations. The government tried to tackle this with ever higher fines and by also fining the owners of the property where the transmitters operate. This again is tackled by the pirates in using land that is owned by the government, for example as a nature reserve, or by using land owned by large companies, especially land of mobile data operators and transmission towers of utility firms, up to using these towers for antenna constructions as well. Sometimes electricity is also stolen, but often generators are used. In recent years, transmitter locations have been contaminated with things like asbestos in an effort to delay switching off the equipment and the decommissioning of it. In the Netherlands, illegally broadcasting certain kinds of music in several regions has many aspects of a cultural phenomenon, and this has been recognized for it as well. The polka-like so-called piratenmuziek indeed has been largely neglected by traditional radio. But in spite of the romance of this all, there is also this criminal aspect of it. This was Pieter John for the DX Headlines on the mighty KBC. Ga jij nog naar het tuincentrum komend weekend? Ja, ik wil daar het komend weekend nog naartoe. Zou je voor mij dan een zakje randaarden willen meenemen? Tuurlijk. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. En microfoon naar retour.